Hey allemaal, leuk dat jullie hebben gekeken naar Bridge TV. Dit is wat extra materiaal bij de uitzending van Bridge TV. Een aantal herhalingen van de sheets. En ook nog een extra tip daarbij. Ik zou zeggen, blijf lekker kijken en kijk eens mee omdat je straks perfect weet hoe het signaleren werkt. Presentaties hebben we mogelijk gemaakt door Tom Walbeek. Probeer ik altijd wel eventjes te vermelden, want die helpt me enorm met al deze mooie presentaties. Signaleren. Nou, gaan we eens even kijken wat het doel is van signaleren. Het vindt plaats in de tegenspel. En als tegenspeler probeer je eigenlijk zo goed mogelijk beeld te vormen van de kaarten, van je partner en van de leider. En daar, je gaat zoveel mogelijk slagen proberen te maken. Nou, met signaleren geeft je partner je eigenlijk informatie. En met die informatie, daar kun je wat mee. En dat gaat bij de start heel vaak om starten of doorgaan met een kleur. Of doorgaan en stoppen met een kleur, sorry. Dus dat betekent, stel je voor je start een kaart, bijvoorbeeld hier harte aas. Dan spreek je vaak af, een hoge is aan. Dus harte 9 is ga door. Als je hoog is aanspeelt, als je dat hebt afgesproken met je partner, dan is harte 9, kom alsjeblieft door met harten. Mocht je hebben afgesproken met je partner dat laag is aan, dan moet je natuurlijk de 2 gooien. Dus niet een standaard afspraak. Standaard is hoog is aan, maar het is dus maar wat je afspreekt met je partner. Op het moment dat Oost schop harte 2 gooit en je hebt afgesproken dat het hoog is aan, dan is dit af. Dat doe je dan bijvoorbeeld met zo'n kaart met de 9, de 7, de 2. Dan wil je partner, stop er maar mee. Ik wil in ieder geval geen harten. Ik heb geen hulp. Ik kan je in ieder geval geen hulp bieden. Weer een voorbeeldje. Uitkomt harte aas. Je hebt 8 en de 3. Nou, als je hoog is aanspeelt, gooi je de 3. Want je geeft het aan, ik heb geen hulp in harten. Je wil veel liever dat je kleur dat je partner switcht in een andere kleur. En dat je dan door de leider die harten kan spelen. Als best speelt harte aas, harte koning, harte na. Dan maakt de leider de vrouw en de 10. Op het moment dat Oost nog een keer aan slag komt en een keer harten door het sterk heen kan spelen. Dus door de leider heen kan spelen. Dan maakt hij maar 1 slag. En dan maken Oost en West 3 slagen. Dus het is heel nuttig om goed te signaleren. Hier nog een andere afspraak over signaleren. We hadden nu alleen maar gedaan hoog is aan, laag is af. Maar er zijn meer mogelijkheden. Nou, hier is het zo dat je eigenlijk een honneursignaal geeft. Dat betekent op het moment dat je een bijzonder hoge kaart gooit, heb je er of maar 1, dat kan. En als je er niet maar 1 hebt, dan heb je de onderliggende honneurs. Dat betekent dat je van vrouw wordt 10 de vrouw gooit. Dus eigenlijk om meteen aan te geven aan partner, van nou, maak je niet druk. Ik gooi hier geen slag mee weg. We hebben echt alle harten samen. En ik heb dus de vrouw, de boer en de 10. Dus van een serie honneurs gooi je de hoogste. Eens kijken of we de signalen ook slim kunnen lezen. Dit is ook een leuke. Je start harte aas. En dan komt op tafel de 4. Je partner de 6. En de leider de 5. De 6 is een beetje een middenkaartje, zou je zeggen. Dat is niet echt duidelijk hoog of laag. Maar doordat je al deze andere kaarten ziet, de 9, de 8, de 7, de 6 en de 5, ik ben de 3 en de 2 kwijt. Dus waarschijnlijk is het een hoge en waarschijnlijk wil die hart erdoor. Kijk maar eens, hij had alleen maar de vrouw, de 6 en de 3. Okay. Nog een voorbeeldje. Welke kaart ga je nu spelen? Eerst ga je je realiseren, West start met harte koning. Wat bedoelt hij daarmee? We hebben afgesproken van een serie honneurs start je de hoogste. Dus de koning belooft de vrouw. Dus ik ga aansignaleren met de 6. Want als mijn partner de vrouw heeft, hebben wij samen de heer, de vrouw en de boer. Dus een hele aantrekkelijke kleur voor ons. We willen dat partner doorgaat met die kleur en we geven met de 6 aan. Partner, ik heb hulp. Ik kan jou hulp bieden, die kleur. Nou, hier nog iets leuks. Dat is een laventaal signaal. Dit is wel weer een beetje voor de wat meer gevorderde, maar we gaan het gewoon behandelen. Het is namelijk wel iets wat je ofwel zelf kunt spelen. En als je het zelf niet kan spelen, is het ook wel aardig om te zien bij de tegenpartij. Nou, probeer het spel even op je in te laten werken eerst. Zet hem even op pauze als je zegt, van, ik heb er wat meer tijd voor nodig. Oost opent in ieder geval 1 schoppen. En wij zitten zuid. Nou, je past. Veel te weinig punten. De West maakt er 4 schoppen van. Hier is een hele mooie kaart met schoppensteun. En je gaat uitkomen. Nou,
Als je tegen troef uitkomt, dan is het wel eens fijn om een singleton te starten. Dus je speelt hier ruiter 6. Ruiter koning. En even kijken, de vorige. Ik ging te snel. Je komt hier ruiter 6 uit. Partner speelt ruiter aas en die speelt ruiter terug. Welke kleur moet je dan nakomen? Schoppen is troef. Ruiter ben je gestart. En ik zie alleen nog maar twee kleuren over. Harten en klaver. Dus ja, je hebt harten boer in vijven en klaver vrouw boer in vijven. Nou, dan kun je denken van ja, klaver is vaak het veiligste. Maar er is hier meer aan de hand. Het is namelijk heel belangrijk welke kaart jouw partner terugspeelt. Dat noemen ze een lavertaal signaal. Speelt hij een relatief hoge kaart terug, dan kom je de hoogste terug van de overgebleven kleuren. En de troef telt niet mee en de singleton die telt natuurlijk ook niet mee, want die kun je niet meer terugspelen. Dus voor een hoge kaart gaan we harten kiezen en voor een lage kaart gaan we klaver kiezen. Het gaat dus om welke kaart jouw partner speelt. Die pakt ruiter aas en die speelt ruiter terug. Dus bijvoorbeeld, speelt hij een ruiter 3 of ruiter 4 terug, dan wil hij waarschijnlijk klaveren. En pakt hij ruiter aas en speelt hij ruiter 10 na, dan wil hij waarschijnlijk schoppen. Wil hij waarschijnlijk harten, sorry. De harten was harten en klaveren zijn de overgebleven kleuren. Dus dit is echt wel belangrijk om daar afspraken over te maken. Zo kun je meer introvers maken. Dat was de reden waarom je wilde starten, toch? Met die ruiter, met die singleton. Nou, ik heb hier nog even iets lastigs om te laten zien. Gewoon even om te kijken wat er allemaal mogelijk is in het bridge en om je partner wijzer te maken. Het gaat weer over Laventaal. Nou, stel er gaat een bieding. Oost opent 1 sanse toe. En Oost-West die komen in 3 sanse toe. Er wordt verder niet geboden. En je hebt zelf besloten om nog even geen harten te bieden. Dat is voor het voorbeeld al makkelijker. En ik start hartenkoning. Nou, want ik heb natuurlijk een hele mooie hartenkaart. En ik heb klaver als entree. Dus we hebben er wel zin in het potje om er tegen te gaan spelen. Dus ik start hartenkoning. Het gaat klein, klein, klein. Oké. Dat is interessant. Dat betekent dat de leider waarschijnlijk harten aas een keer ophaalt. En dan gaan we nog een keer harten spelen. Je kunt nou gedachteloos spelen. Speel je gewoon harte vrouw, klein, klein, harte aas. Want ik geef even in het geval dat Noord bijvoorbeeld 2 hartes heeft en Oost ook 2 hartes. En dan gaat hij de ruiter vrij spelen of hij heeft de ruiter aas zelf. En gaat op zijn contract af. Maar stel je nou eens voor. Je start harte koning, klein, klein, klein. Je speelt nog een keer harten. En jouw partner heeft ruiter aas. En die moet gaan kiezen wat hij terugspeelt. Want die wil natuurlijk jou graag bereiken. Hij heeft geen harten meer, want zijn harten zijn op. Dus hij wil jou graag bereiken met schoppen of met klaver. En dan moet hij gaan gokken. Nou, je kunt hem een beetje helpen bij dat gokken. Dus stel je voor, je start de koning. Het gaat klein, klein, klein. En je speelt niet de vrouw na, maar bijvoorbeeld de 9. Dus dat is natuurlijk in dit verhaal een opvallend lage kaart. Dus het gaat harte koning, klein, klein, klein. Het gaat harte 9, klein, klein, aas. Dan weet je partner, wacht eens even, dit is gek. Mijn partner heeft specifiek een lage kaart gegooid. En daar bedoelt hij waarschijnlijk mee dat hij klaveren wil. Dat noemen we ook een laventaal signaal. Dus als partner aan de slag komt met ruiter aas, dat is wat je hoopt. Kan die klaver naspelen om je te bereiken. Dus zo zie je maar, laventaal heeft best wel veel mogelijkheden. En ik heb daarnaast ook nog gekeken naar hoe is het bij niet bekennen. Want nu was er steeds als partner speelt. Het zijn ook weer, het is ook maar echt weer wat je afspreekt. Vaak wordt er standaard aangeleerd hoog is aan en laag is af. Maar het is maar wat je wilt. Sommige mensen die spelen Romeins, dat betekent dat een oneven kaart is aan. Ik niet mijn voorkeur, maar je mag het spelen. Want ja, het is echt maar het belangrijkste is niet inderdaad welk systeem je speelt, maar heb er goed overleg over. En gooi voornamelijk kaarten weg die je niet wil. En kaarten weg waar je geen slagen mee wil maken. Dat lijkt misschien een soort Johan Cruijff uitspraak, maar dat is wel zo. Kaarten en kleuren waar je geen slagen mee wil maken, die kun je beter kwijt dan rijk zijn. En hier heb ik nog een paar tips voor mezelf opgeschreven. Nou, deze herhaal ik niet meer, die heb ik al 3 keer gezegd.
maar ook signaleer duidelijk. Dat betekent op het moment dat mijn partner die start en ik wil graag dat hij doorspeelt en ik heb de 8, de 6 en de 2 en bijvoorbeeld de vrouw erbij, gooi dan niet de 6, want dat is een hoge. Nee, gooi de 8. Het is vaak belangrijk voor je partner, zeker met kaarten waar je toch geen slagen mee maakt, dan is het belangrijk dat je het duidelijk signaleert. Want jouw partner gaat ook bedenken wie heeft alle kaarten en hoe zit het. En neem je tijd. Dus ga niet, zoals in het ene spel met die Laventhal, als je de koning start, meteen gedachteloos de vrouw spelen. Maar neem rustig je tijd en ga bedenken van op welke manier heeft mijn partner er wat aan als ik hem een signaal geef. Dus nou, dit was het voor deze keer. Ik zie jullie heel graag weer volgende keer bij een uitzending van Bridge TV. En ik zou zeggen, heel veel plezier aan de bridgetafel. Hey, tot de volgende keer!